president Chandrika Prasad Santokhi zegt dat met zijn bezoek aan Nederland de relatie tussen Suriname en Nederland volledig is hersteld. Dat zei hij vandaag tijdens een persmoment na een bezoek aan demissionair minister-president Mark Rutte en koning Willem-Alexander. In de afgelopen 10 jaren was de relatie tussen Nederland en Suriname niet rooskleurig. De Surinaamse delegatie heeft 2 MOU's getekend voor de samenwerking op het gebied van volksgezondheid en veiligheid. Santokhi zegt dat niet alleen de steun nodig is van Nederland, maar ook van de Surinaamse diaspora-gemeenschap. En dat we dat gezamenlijk wensen in te zetten voor de ontwikkeling van beide naties, maar dat we ook optimaal gebruik wensen te maken van onze diaspora bij de ontwikkeling van Suriname in de verschillende sectoren. Dus ook zij krijgen alle ruimte om een bijdrage te leveren aan de versterking van de samenwerkingsrelatie. We zullen doorgaan om met de samenwerking het bestuur in Suriname te versterken, de rechtshandhavingsinstituten te versterken, de rechtsbeschermingsinstituten te verbeteren, maar ook samenwerken uitbreiden naar de instituten die verantwoordelijk zijn voor de productie, de instituten die verantwoordelijk zijn voor wetenschappelijke bijdrage aan de ontwikkeling, ook op het agrarisch gebied, maar ook op het gebied van universiteit. Dit is wat de beide samenleving willen van ons als politieke leiders. Het creëren van mogelijkheden, het creëren van randvoorwaarden, het creëren van faciliteiten, zodat zij daaronder heel goed met elkaar kunnen samenwerken. En die barrières die er zijn in die samenwerking, die weggehaald kunnen worden. Er is ook gesproken over het visumvrij reizen naar Nederland. Demissionair premier Mark Rutte zei dat het besluit hiertoe niet ligt bij Nederland zelf. Ook gaf hij aan dat in de nieuwe samenwerking tussen Suriname en Nederland vicepresident Ronnie Brunswijk niet in de weg staat. Dit is het afschaffen van visumplicht voor Suriname. Dat is iets, daar gaat de Europese Commissie over. Dan zal Suriname, heb ik begrepen, ook nog een aantal stappen moeten zetten. Maar Nederland heeft wel gezegd dat wij voorstander zijn dat de Europese Commissie hier echt naar gaat kijken. Dus ook daar willen wij bij helpen om te bezien wat nodig is om daar de vervolgstappen in te kunnen zetten. Maar dat is niet een besluit wat Nederland kan nemen. Dat is echt een bevoegdheid van de Europese Commissie. Op zichzelf staat het lidmaatschap van de heer Brunswijk van de regering niet in de weg aan een hele goede relatie met Suriname en een uitstekende samenwerking. Wij doen zaken met de regering van president Santokhi en dat doen we uit volle overtuiging. Wij respecteren ook de keuzes van het Surinaamse volk en de positie van Brunswijk binnen de regering. Feit is wel dat hij natuurlijk in 1999 in Nederland bij verstek is veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf. En daarom zal de Nederlandse regering geen contact hebben met de heer Brunswijk, behalve als daar een functionele noodzaak voor zou zijn. Dus dat is onze positie op Brunswijk, maar dat staat op geen enkele manier in de weg aan de uitstekende relatie tussen Nederland en Suriname.